Mama, komt de oorlog ook bij ons? Dat vroeg mijn dochter van 7 laatst, toen ze beelden zag van kinderen in een tentenkamp, huilend, alleen en koud. Ik probeerde haar gerust te stellen. Ik zei, nou, de oorlog is bij ons al geweest, toen jouw opa nog een kindje was. Ze dacht even na en toen vroeg ze, had hij toen ook koud? Ja, dat denk ik wel. En was hij bang? Ja, er zijn heel veel mensen doodgegaan en vermoord. Al bijna 70 jaar leven wij in vrijheid. En die vrijheid geven we door aan onze kinderen. Kijk hoe zorgeloos ze spelen. Maar we mogen de doden nooit vergeten. En daarom zijn wij op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?